Schreuder, we hebben de zomer nauwelijks achter de rug. Maar jij bent alweer helemaal in touw voor het ding wat je heel graag doet. De wedstrijden op de korte baan in de Wereldbeker. Je bent al geweest in... Ik ben net terug uit Rio de Janeiro voor de eerste wedstrijd daar. En dat is op zich goed verlopen. Het was een hele mooie ervaring. En uiteindelijk zijn de resultaten ook goed uitgepakt. Dus tevreden. Was het moeilijk voor jou om de draad weer op te pakken na de Europese kampioenschap? Nou, dat viel wel mee. Ik had niet zo heel veel rust genomen. Dus dan ben je nog redelijk op conditie en nog op peil. Dus, en dan is het ook niet zo moeilijk om weer om op te starten. En voor mij is het, zijn de World Cups op zich al een motivator om te blijven zwemmen. Dus dan heb je daar niet zoveel moeite mee. World Cups zijn op alle plekken in de wereld. Waar ga je allemaal naartoe binnenkort? De tweede, derde, vierde. Dus, er is een Aziatisch gedeelte waar ik binnenkort naartoe ga. Dat is Beijing, Singapore en Tokio. Dan kom ik terug en dan is er nog een Europees gedeelte in Berlijn, Moskou en Stockholm. En dat is het dan. Maar goed, binnenkort. Wat heet binnenkort? Volgende week of... Heb je nog een paar weken om gewoon lekker te trainen? Ik ben nu 3 weken thuis en dan begint het. En dan is het binnen een maand al die wedstrijden af. De World Cups, het heeft een zekere charme. Het is een circuit. We praten ook wel eens over het World Cup Circus. Wat is er zo leuk aan voor jou? Het feit dat het meerdere wedstrijden op een rij zijn. En je met zwemmers die je kent inmiddels ook... Ja, waar je een band mee opgebouwd hebt, van wedstrijd naar wedstrijd gaat. En het feit dat het korte wedstrijden zijn die snel gaan. Dat heeft iets speciaals. En dat is mooi. Het zijn niet van die ellenlange toernooien waar je weken zit. Het gebeurt en je gaat naar de volgende en daar is het weer. En dat maakt het heel leuk. Hoe belangrijk zijn de prijzen voor jou? Het gaat tenslotte om geld. Nou, daar ga ik niet voor. Het is leuk dat je daar wint. En dat je er iets voor terugkrijgt. Voor de energie die je erin steekt. Ik heb als hele goede sponsor de KNZB. Dus daar ben ik heel blij mee. En uiteindelijk is het voor mij gewoon het feit dat ik daar mag zwemmen en de ervaring die ik opdoe, de races die je zwemt en dat je steeds beter resultaat boekt. Voor mij ter voorbereiding voor de EK Korte Baan en de WK in december. Want die EK Korte Baan in Eindhoven, ja, dat is toch ook wel een pareltje voor je hier? Ja, dat is hartstikke leuk dat die in ons eigen bad zijn. Dus daar wil ik zeker aanwezig zijn. Ik wens je veel succes, goede reis en we zien het wel allemaal. Dankjewel.